Ja, Marinus, na de forse nederlaag tegen NAC Breda staan we weer een nieuwe wedstrijd voor de deur. En dat is Emmen natuurlijk. Ja, mooie tegenstander. Ik denk een van de, of ik vind een van de betere tegenstanders die ik toen nu toe gezien heb, geanalyseerd heb. Wel een van de favorieten voor de titel, denk ik. Ja. Ik nog even terug te gaan naar die, misschien een deceptie, misschien een hard woord, maar in Breda. Een unieke kans op periodetitel. Hoe kwam die aan, die klap eigenlijk bij jullie? Ja, die kwam toch wel even hard aan. Zaterdag goed over gehad met elkaar. Zeker omdat je, nou, de eerste helft hebben we gewoon heel matig gespeeld. De tweede helft zaten we gewoon prima in de wedstrijd. En dan heb je eigenlijk tot een kwartier van tijd het gevoel van het kan onze kant opvallen. Dus dan ben je zo dichtbij. Ja, uiteindelijk ga je dan ook nog 4-1 af. Dus dan is het wel extra zuur. Het voelt een beetje als een gemiste kans toch wel. Met name de tweede helft. Waar we wel het momentum hadden op dat moment. Dus ja, het doet zeer. Maar ja, we moeten door. Dus de les leren ervan en weer doorgaan. Dat was een duidelijke boodschap. Dan staat natuurlijk de volgende tegenstander, FC Emmen. Ja, hoe ga je die wedstrijd dan in met die jongens? Nou ja, niet veel anders dan NAC. Bedoel, het is ook gewoon een zware uitwedstrijd zoals NAC. Dus we zijn behoorlijk ongeschonden, we zijn ongeschonden gebleven. Dus al die jongens die fit waren, zijn fit gebleven. Dus dat is goed. We hebben dinsdag gewoon een wedstrijd gespeeld met de wissels tegen Dordrecht. Dus iedereen heeft weer een hele gespeeld, of bijna een hele. Dus dat is goed. Dus daarin worden ook de wissels steeds fitter. Is dat ook belangrijk voor je elftal, denk ik, om ja, toch wel de concurrentie hoog te houden? Ja, nou ja, uiteraard. Iedereen gedijt wel met een beetje concurrentie. Dus dat is goed voor de onderling. Spelers zien dat heel snel van mijn positie is onantastbaar of ik heb concurrentie. Dus dat moet vooral vanuit de groep komen. Ook natuurlijk vanuit de trainer, maar vanuit de groep. Dus een aantal jongens vorige week ingevallen in de rust. Joshua Modeste, en die deden het uitstekend. Dus dat is goed. Als je tegenwoordig kan je wat makkelijker wisselen als trainer zijn met 5 wissels. Dus ik wil daar zeker ook gebruik van maken. Daar waar is, zoals Dordrecht thuis. Ja, als sommige wedstrijden iets anders vragen, gewoon snel in te grijpen. Nou, dat was nu ook dat het redelijk goed uitpakte. Dus dat is met name goed ook voor de concurrentie onderling. Ja, het vizier staat nu natuurlijk wel uiteraard op zaterdag. Emme, zei je net al, een van de beste, ja, de favorieten in de competitie. Hoe vliegen jullie dat duel aan? Ja, ze zijn moeilijk gestart. Even gewending, maar nu de laatste 4 wedstrijden hebben ze gewonnen. Dus ze hebben wel het momentum te pakken. Ze missen 1 belangrijke speler vanwege interlandverplichtingen, dus dat is goed. Ja, wij vliegen die wedstrijd gewoon weer als een toch wel een finale, gewoon een moeilijke uitwedstrijd. Maar we hebben ook bewezen, Roda uit, Ajax uit, dat we heel goed compact kunnen spelen en ook daar vandaan onze kansen kunnen creëren. Dus dat zal zeker een doel zijn bij Emma uit. Ja. Nog een ander puntje, het is natuurlijk een best een zware reeks waar we in zitten. Hoe zit het met de fitheid van de selectie? Ja, wel goed. Ze zijn goed doorstaan. Weinig blessures. We hebben nog steeds alleen Brendan en Nathan die niet ja, fit zijn. Langere blessures hebben eigenlijk. Ja, Brendan duurt nog een aantal weken. Dat gaat wel de hele goede kant op. Maar die is zeker de komende weken er nog niet bij. En de rest is fit en scherp. Wedstrijd fit. Dus dat gaat allemaal hartstikke goed. Nou, dat is goed. Dan gaan we het zaterdag zien tegen Emmen. Hoop ik wel.